gebeurt en worden kaart omhoog geblazen. Tully, pas op. Waar gaan we helemaal naartoe? Holy moly. Wow, yo, wat is dit voor beest? Wat is dit voor gigantische Eternatus? Het is Coljera. In de vorige video heb je kunnen zien dat Tulin en Link de windtempel hebben gefixt. En dat alles weer normaal is in Rito Village. En het is tijd om te gaan kijken waar we nu naartoe moeten. Ik teleporteerde even terug naar de uitkijktoren. En daalde af naar mijn slaapplek. En ging even bidden bij de godin Hylia om een nieuw hartje te fixen. Een aantal van jullie zeiden in de comments dat ik nog even met Joshua moest gaan praten. Bedankt voor de tip trouwens. Als jullie nog meer tips hebben, laat het even weten in de reacties. En doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo-video's. Dit is Robbie, de Pura Tablet-ontwikkelaar. Oh, zei Joshua, geen Joshua. En ze willen het Nederrijk gaan onderzoeken. Dat is een groot gebied die alleen te betreden is via de schachten in de aarde. Maar ze zijn nauwelijks onderzocht. Joshua heeft een afbeelding gevonden. Oh, nee, dit is niet echt een afbeelding, hè. Maar er zou een wezen moeten zijn in het Nederrijk. En Robbie wil dat we foto's gaan maken van wezens in het Nederrijk. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Hé, er is trouwens gewoon even een Goron hier in het dorp. Hij kan zich de weg naar Goron stad niet meer herinneren. Hij schaamt zich kapot. Oh, maar de vulkaan is uitgebarsten en nu is de weg versperd of zo. Oké. Zullen we daar naartoe gaan voor de volgende tempel? Laat het weten in de reacties. Welke tempel moet ik de volgende keer gaan bezoeken? Yo, Hestu is gewoon ook hier in dit dorp. Hestu dance! Korok dance! Ja, dit blijft leuk om naar te kijken. Dus als we nu naar het zuiden lopen, dan zouden we zo'n Nederrijk plek moeten vinden. Oh, wat? Wat gebeurt er? Ik word gebeld. Op mijn pink. Dankzij de kracht van de eet kun je nu Tulin's avatar oproepen om te helpen. Ja, dat wisten we al. Ja, super cool. Moet ik die hier selecteren? Of loopt hij gewoon de hele tijd met mij mee? Oh, kijk, hij komt gewoon de hele tijd mee. Oh, dat is cool. Ja, en dit gaat ook gebeuren met de Gorons en de Zoras en de Gerudo's. Zouden die dan allemaal gewoon zo achter me aanlopen? Dat zou wel heel cool zijn. Oh, kijk, we moeten hier naartoe. Nederrijkbewoners op de foto. Ja, daar zo. Oeh, ik ben wel hyped voor dit Nederrijk, hoor. Heel benieuwd wat hier gaat gebeuren als ik hier inga. Mijn gevoel zegt dat ik daar niet in moet lopen, in ieder geval. Bani voelt zich niet zo goed. Die zegt ook, je moet uit de buurt blijven bij dat miasma. In het Nederrijk zul je niet herstellen. Oh. Oh, dat is sick. Dus dan, we moeten geen damage pakken als we daar ingaan. Anders zijn we dat gewoon kwijt. En pas als we boven zijn, dan krijg ik mijn hartjes weer terug. Mijn collega van de Zoyna onderzoeksgroef is in deze schacht afgedaald. Oké, ik ga ook. Let's go. Duiken. Oh my gosh. Wow, oké, dit is heel diep. Ik had niet verwacht dat het zo diep was. Holy moly. Is hier water beneden? Nee. Ik denk dat ik mijn zweefsel even moet pakken. Zo, hoppakee. Wow, yo! Wat is dit? Oké, dit is wel sick, man. Er is een hele wereld dus onder Hyrule ook nog. Hiermee kunnen we weer naar boven straks. Oh, hier is iemand. Ben jij Link? Het is een genoegen om je te ontmoeten. Ik ben Ponnik en ik ben van de Zonai onderzoeksgroep. Robbie zei dat ik je naar hem moest brengen als je eenmaal was aangekomen. Maar hij vertrok zo snel dat ik geen glimbloemzaadjes meer heb. Oké, dus we moeten overal even licht maken. En daar is ook licht, oké. Daar is een kampvuur. En daar is ook nog een kampvuur. We nemen een zaadje in onze hand en gooien ermee om licht te maken. Oké, is cool. Degene die onder ons die goed zijn, bevestigen ze aan pijlen. Zo kunnen we een heel gebied verlichten. Oh. Oké, dus dan gaan we zo een pijl richten. En dan pakken we een glimbloemzaadje. En dan schieten we hem zo. Ah, ja, oké. Ik dacht dat ik hem heel ver zou schieten, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb hier nog een vale vuurvlieg gevonden. Produceert een lichtgevend enzym dat in een drankje je lichaam laat groeien. Oh, dat is ook wel handig. Yo, wat is dit voor gek licht dan? Dit is een Onisu-wortel? Kan ik dit aanraken? Oh, ja, ik kan het van ver aanraken blijkbaar. En nu? Wat gebeurt er? Er gebeurt iets met deze boom. Is dit het hart van de boom of zo? Vet gedaan. Oh, nu is er nu meer licht om me heen ook. Wat gebeurt er allemaal? Wat is dit Nederrijk voor gekke plek, joh? Ik heb in ieder geval de boom gefixt. Oh, dit zijn soort van de uitkijktorens van beneden. Dan krijgen we een map te zien. Oh, en hier kan ik mijn hartjes herstellen misschien. Oké, er is in ieder geval genoeg licht nu hier in de buurt. Oh man, voelt wel cool om hier te zijn, man, in deze underworld. Heel sick. Dit zijn verwarbloemen. Die zijn ook wel handig. Misschien als ze die schieten tegen een vijand aan, dan gaan ze elkaar aanvallen. Oké, laat ik nog een glimbloemzaadje helemaal die kant op sturen. Maar ik moest naar het westen toe. Dus dat is meer die kant op. Nou, dan gaan we wel redelijk de goede kant op. Is dit een vijandelijk kamp? Oh my gosh. Oh, wacht. Ga weg. Oh, nee, ik ben nu al een hartje kwijt, jongens. Dit gaat helemaal niet goed. Pak zijn hoofd. Maak zijn hoofd kapot.
Oh my god, dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Ik ben hier niet voor gemaakt, jongens, voor dit soort dingen. Ik ben nu al 2 hartjes kwijt. Ik wil foto's van hun maken, maar volgens mij kan ik dat nog niet. Ik denk dat ik die kant op moet, ergens. Oh, daar. Daar is nog zo'n boom. Oh, maar ook vliegende wezens. Oh, die moeten mij echt niet zien, jongens. Die moeten mij niet zien. Ik moet hier snel wegwezen. Ik ga naar die boom. Ik hoor een geluid in mijn oor. Tulin is aan het vechten. Oh my god. Ga weg. Oh, nice. Hij is wel in één keer kapot. Oh, ik heb hem wel hard verslagen. Lekker dit. Heerlijk. Hebben ze allemaal maar 1 pijl nodig hier? Zijn ze gewoon slap of zo? Hé, hey, daar is die. Daar is mijn Mattie. Ik heb hem gevonden. Maar eerst gaan we even deze boom weer verlichten. Oh, dit is heerlijk, jongens. Nice. Oh, en... Ik krijg mijn hartjes weer terug, maar ik moet ze wel weer zelf aanvullen nu. Zo, lekker eten. Hoppa. Yo, maar ik heb jou gezien, vriend. Robbie, jij bent gewoon ook hier, jongen. Wat straalt die gloeiende wortel verfrissend helder licht uit? Het voelt bijna alsof we op het oppervlak staan. En misschien is het mijn verbeelding, maar het voelt alsof het licht mijn lichaam verkwikt. Je bent hier eindelijk. Er is iets wat ik je graag wil laten zien. Oh, een mooi standbeeld. Een schepsel dat op 2 benen staat en 1 arm boven zijn hoofd tilt. Vind je dat niet lijken op de afbeelding van het afgebroken fragment van Joshua? Ja, nu je het zegt, eigenlijk wel, ja. Ja, dit lijkt er wel op, ja. Tijd om wat foto's te maken. Ga jij het me leren, Robbie, hoe we foto's moeten maken? Kan je me de Pura tablet nog eens laten zien? Zeker, alsjeblieft. Oh nee, je foto's en encyclopedie zijn geblokkeerd. Wacht maar even. Als ik me goed herinner, hoef ik alleen maar deze knop in te drukken, terwijl ik de stick indruk. En dan tik ik hier en dan hoppakee, dan heb je... Ja, kijk. Lekker. Nu kunnen we foto's maken. Oh, ja. Gotta catch 'em all. Ga een foto maken van het standbeeld. Dan kun je even oefenen. En laat me het resultaat zien als je klaar bent. Okay, let's go. Dit is hem. Die gaan we opslaan. Hij wil wel heel graag die foto zien. Ja, dit is een mooi fotootje toch, Robbie, of niet? Ik weet zeker dat je hier 1001 ontdekkingen kunt doen als je dit gebied grondig doorzoekt. Oh, ga je terug? Oh, Robbie, ik wou nog een foto van je maken, jongen. Potverdorie, Robbie. Nederrijkbewoners op de foto. Laat de foto ook aan Joshua in het uitkijkkamp zien. Dat is wat we nu moeten doen. Ja, oké, cool. Maar ik ben hier nu toch, hè? Ik wil eigenlijk ook even wat wezens op de foto zetten. Kijk hier, er staan echt kapot veel van die standbeelden. Misschien leiden die ons ergens naartoe. Prachtig! Hotseflots! Er wordt een nieuwe foto toegevoegd aan de encyclopedie. Zonanium erts. Moeten we dat ook verzamelen? Alle materialen ook? Oh ja, en nu wat we dan al hebben gefotografeerd, dat is nu blauw. Maar hier kan je dus lekker veel zonaniumerts vinden. Goed om te weten. Dit voelt net als nieuw Pokémon Snap, jongen. Ik ben weer allerlei dingen aan het fotograferen. Oh nee. Iemand heeft mij gezien. Ik was rustig foto's aan het maken en toen blazen er iemand op zijn toet. Dat is niet de bedoeling, vriend. Daar komen ze. Weg. Come on. Wegwezen. Pak hem. Lekker. Zo doen we dat. Oh, maar ik krijg superveel dingen hiervan. Als je hier vijanden verslaat, hè. Holy moly. Maar ze komen uit dat dorp. Nou ja, een dorp, basisje. Even kijken of ze nog wat hebben achtergelaten voor me. Kijk, hier kan ik superveel zonanium vinden. Oh, wacht even. Hier ligt een vuurvrucht. Voordat ik mezelf in de fik zet. Wat ziek idee. Oh, groot stuk zonanium ook. Ja, dit is top. Dit is top. Hier moet je dus zonanium gaan zoeken. Oh, kijk, hier is een Moblin. Ik denk dat die wel iets gevaarlijker is. Oh nee. Hij heeft me gezien. Maar hoe vet is het dat er gewoon nog een hele wereld is onder Hyrule? Ik vind dat echt insane. Waarschijnlijk moet ik nu deze gebruiken om hier naar boven te gaan. Althans, dat hoop ik dat het zo werkt. Let's go, Link. Oké, nee. Nou, dan moeten we waarschijnlijk gewoon iets op de map selecteren. Ja, dan gaan we gewoon teleporteren. Ik zat weer moeilijk te doen. Joshua, ik ben er weer. Robbie is er ook weer. Hey, je bent weer terug. Laat een foto van het standbeeld aan zijn Joshua zien. Ja, hier is hij. Het was echt een prachtig fotootje. En George zegt, ja, dit is net zo'n wezen als op het afgebroken fragment. Bedankt, meneer de zwaardvechter. Zeg maar gewoon Link. Mag ook. Foto neemt alle twijfel weg, want er waren echt intelligente wezens die de afbeelding en dat standbeeld hebben achtergelaten. Dit is een geweldige ontdekking. Het betekent dat het Nederrijk sowieso bewoond was. En als we verder zoeken, is er vast nog veel meer te ontdekken. Ik moet mijn onderzoek onmiddellijk hervatten. Maar ik wil je nog wat geven voor je hulp. Het is een overblijfsel van de Zoinar-beschaving dat mijn groep heeft gevonden tijdens het onderzoek in de Nederrijk. Ja, nog meer zonanium. Ik denk dat het een of andere vreemde kracht bevat of een soort energie of zo. Misschien komt het voor pas in je zoektocht naar Prinses Zelda. Dankzij jou ben ik een stap verder bij het ontrafelen van een van de mysteries van het Nederrijk. En Robbie, meneer de zwaardvechter, ontzettend bedankt dat jullie me helpen. Nou, heel graag gedaan. Wat is dit voor beeld? Poes.
Wat Powys? Joshua, wat is dit voor beeld? Dat beeld is in het Nederrijk ontdekt. Het lijkt op een kunstmatig vormgegeven beeld, maar tegelijkertijd ook op een door de natuur gevormd rotsblok. Met andere woorden, er valt nog heel wat aan te onderzoeken. En ik ben er ook nieuwsgierig naar. Als ik klaar ben met mijn huidige onderzoek, dan ga ik hier een studie van maken. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar dat Nederrijk. Het liefst zou ik er nu helemaal gewoon gaan uitkomen. Maar ja, daar hebben we geen tijd voor. Laat even weten in de reacties of jij wilt dat ik daar vaker naartoe ga. Om de mysteries te ontrafelen. Dan ga ik ondertussen naar Goronstad. Let's go! Ja, ja, daar zijn we. Ja, ik kon hier naartoe warpen, omdat ik dus al hier bij deze tempel een keer ben geweest. Maar ik ben nog niet in Goronstad geweest. Ik moet wel zeggen, dit ziet er wel cool uit, man. Check die ogen. Gewoon vanuit die rotsblokken kijken er een paar Gorons. Oh, is dat Daruk? Ja, dat is Daruk. Heel cool. Dat gaan we eens even beter bekijken in de volgende video. Dan zien we welke Gorons hier allemaal zijn en wie onze hulp nodig heeft. Dus knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!